weekend. Met vanavond Michiel Stijkstra en Dominicus Verschuren. Is de mooie Becky. Heb je gisteren gezien bij RTL Boulevard? Nee? Nou, Dominicus Verschuren is nou ook betrapt. Ja, hoe snoepend dat hij er is. Moet je horen. Dit was gisteren op de TV bij de RTL van de Boulevard. 3FM-dj Domien Verschuren is vorige week gespot met een vrouw van middelbare leeftijd. Ze waren op stap in Amsterdam en bezochten een paar kroegen en een restaurant waar de twee romantisch bij kaarslicht genoten van een luxe diner. Op de beelden zijn ze hand in hand te zien en kreeg Domien regelmatig kusjes van de oudere vrouw. De 3FM-dj is inmiddels al jaren samen met zijn vriendinnetje Carolien. De redactie heeft contact met haar gezocht voor een reactie. Wat? Hij heeft wat gedaan? Die vieze, vuile k***. Oh, wat een k***actie. Oh, hij krijgt er van langs vanavond. Domien zelf heeft nog niet gereageerd, maar wij weten waar rook is, is vuur. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd? Voor Extra Weekend. Ik heb geen kazoo. Oh. Je hebt geen Ik heb geen kazoo. Nou, normaal gesproken doet de afdeling productie er helemaal niet moeilijk over. Oh, kijk eens, drie stuks, joh. Op. Hoppa. Wij zitten de Oh, nou ja, eentje is toch goed? Waarom moet het nou Je sloopt een mengtafel, Chibbe. Kazoo, kazoo in de bek. Oh ja. Tot nu toe, vind je? Ja, lekker. Nou, blijf je lekker zitten? Nee, zeker niet. Kut. Zeker niet, want ik weet wie er zo meteen komt. Wat was er nou de vorige keer het verhaal dat ze niet kwam? Toen hij zegt 7:02 heeft ze gebeld. Zie Paul Rabbering er? Nee, kom ik niet. Ja, dat was het verhaal eigenlijk. Had ze geen zin. Nee, ze had Fitty of zo met haar management of zo, weet ik het allemaal. Fitty met haar management? Ja. Maar toen kon ze niet komen. Toen kon ze, nou, was ze te beroerd om te komen. Nou. Maar ze maakt goed. Ze is gewoon met de trein. Dus als je in de trein tussen Utrecht en Hilversum zit. Zimra zit erin. Zimra kan natuurlijk alleen maar in die vier cabinetjes zitten. Oh. Als ze in die twee zittetjes, dan kan ze niet. Dat past niet. Ze zou heel veel tegen de taal zitten. Heb je ooit wel eens een keer iets opgegeten dat uit je oor kwam? Ja, nee. Dat was net een hele ongelukkige. Ik schrok er zelf van. Dat was een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. En dat is dus weer dat ik even moet wennen van de televisie. Ik zat net hier zo aan mijn oor. En daarnaast dacht ik, ik heb een hele lange nagel. Dus dan bracht ik de nagel even naar mijn mond, want ik bijt nagels. Dat is niet zo'n hele frisse opmerking, maar dat is nou eenmaal zo. En nu zegt Remco Kersten, oké, daar ging mijn eetlust. Die rare Edomien zit gewoon uit zijn oor te eten tijdens Extra Weekend. Eeuw. En nu vraag ik me af, is er iemand hier in de studio die ooit iets heeft opgegeten? Nee, ja, chip, neus chip. Wel, maar oor niet. Ik vind oor echt heel smerig. Ja. 3FM.